De plexer. It sounds too good to be true. Een apparaatje waarmee je geheel pijnloos de huid rond je ogen kunt strak trekken. Ja. Rokerslijntjes rond je mond kunt verminderen. Ja. Maar het ziet er best pijnlijk uit. Nou, het is er eigenlijk ook wel. Laat ik zo zeggen, je hebt gewoon een goede verdoving nodig. Wat voor verdoving? Ja, nou, het wordt op veel websites, en dat is altijd een beetje zo, ja, pijnloos, snel ja, resultaat. Ja, zonder pijn. Nou, ik doe dat zelf niet. Ik zeg gewoon, het doet, als je het zonder verdoving doet, ik zeg het maar gewoon in de camera, dan doet het pijn. Ik zeg altijd, maar, no pain, no gain. Ja, dat zeg ik dus niet. Want ik doe er gewoon een verdoving voor. Ja, wat voor verdoving? Nou, gewoon, ik ga niet met smeren. Ja. Ik doe het gewoon met een injectie. En dat is voor de meeste mensen die bang zijn. Ik wou net zeggen, je doet die plex omdat je bang bent voor naalden. Ja. En dan kom jij weer met je verdovingsnaald. Ja, maar ik ben gewoon wat praktischer. Ik denk van, wat geeft de beste verdoving? En een injectienaald. Het zijn maar 4 prikjes of zo. Hè. Het is echt zoals bij de tandarts? Ja, veel minder heftig. De plexer is een apparaatje, we maken hier meerdere video's over, dus klik hieronder voor de link. De plexer is een apparaatje waarmee je met behulp van kleine bliksemschichtjes dus de huid strak trekt. Verbrand je het? Ja, verbranden. Kijk, je verdampt het. Je verdampt het. Het is eigenlijk die bovenste huidlaag verdampt eigenlijk van direct van vast naar gas. En dat heet sublimeren. Sublimeren, ionische gasmoleculen. Ja, maar weet je, dat is... Ja, jij bent de arts, ik ben de... Nou ja, we kunnen het soms... Mensen hebben soms de neiging om al die termen te maken om het ook wat meer cachet te geven. Daar ben ik wat iets minder van. Het gaat gewoon van vast naar gas. En daar kan je je bij voorstellen, dat is gewoon best wel een heftige verhitting. Hè? Mm-hmm. En dat geeft toch wel een... dat een lichtschoeiplekje geeft. Ja, dat is het. Nou, verdoof jij dus tijdens de behandeling? Mm-hmm. Voel ik dan helemaal niks meer? Je voelt eigenlijk vrijwel niks meer, maar... Het kan zijn, daar ben ik gewoon heel eerlijk in, dus dat je soms even een klein plekje voelt. Hey, Auw. En dan is voor mij een teken, oké, daar is het gebied nog iets minder verdoofd. Daar moet ik iets bij doen. Nou, dan is op een gegeven moment is de verdoving uitgewerkt na de behandeling. En dan? Doet het dan pijn? Wat voel je? Ja, dat is een beetje, mensen voelen vooral de zwelling. En ze voelen ook een beetje angst. He, zo van, hey, komt dat nog goed? Ja. Dat is normaal, omdat het ook een hele onbekende behandeling is. Dus dat is logisch, vind ja. ik. Maar in principe zullen ze een beetje ongemak, maar het gaat eigenlijk geen pijn doen. Die geïoniseerde gasmoleculen, hè? Zeg ik dat nou toch allemaal goed? Nee, die bliksemsprichtjes. Ja. Daarmee verdamp je de huid. Ja. Doet het dan geen pijn? Is het dan niet zo alsof je Een open wond hebt? Ja. Nee. Oh, nee, okay. Dat valt eigenlijk wel mee. Het is gewoon, ja, het is, want daar zit een korstje op en ja. dat geeft wel een bepaalde bescherming natuurlijk. Hè? Oh, dus het voelt misschien een beetje droog. Een beetje droog, ja. Ja, en dan moet ik er vaseline op smeren? Je kunt er een aloe vera gel, dat wordt ook wel eens gedaan om het te verkoelen. Dat is net zoals bij een laserbehandeling. Mm-hmm. Maar bij mij is nu op dit moment het meest belangrijke punt is om die zonlicht tegen te beschermen. Dus ik zeg zelf... Eerste week met een concealer wegnemen. He, dus concealer, en dat is dan één merk, Fiji Derma Blend. Dat is iets minder op de verzorging gericht. Dus op de directe resultaten, dus dat het wat rustiger voelt. Dat moet je eigenlijk met een beetje koele, gewoon ertjes of zoiets dergelijks, moet je dat aanpakken. En ik heb gewoon prioriteit gegeven om te zorgen dus dat het zonlicht zoveel mogelijk goed wordt geblokt. Dat is belangrijk. Stel, ik ben zo bang voor naalden, ik wil het echt niet. Kun je het dan verdoven met een zalf? Ja, kan. Met Emla? Emla, ik gebruik een 10 keer zo sterke ja. crème.
Daar bevalt mij goed. Je kan het ook met Pliaglis. Ja. Daar heb je vast en zeker ook wel iets over geschreven. Ja, van Galderma. Vast en zeker ook weer een link. Hè? Nee, want dat is een artikel en dan kun je niet linken. Maar zeker op furrow.nl vind je een artikel over Pliaglis. Oké, nou en ik gebruik een zalf. Wordt gewoon voor mij gemaakt. Daarmee kan je gewoon prima verdoven. Maar ik neig er naar altijd voor de... Gewoon voor de verdovende spuit, omdat dat gewoon meer zekerheid geeft. Maar om even aan te geven, het kan dus met een verdovende crème. Het kan met een verdovende crème. En uiteindelijk hoeft de behandeling is niet geheel pijnloos. Misschien is dat goed om te zeggen, maar doable. Zeker doable, maar ja, ik ben dokter, dus ik moet altijd... Ik zal nooit zeggen, als iemand vraagt, is het pijnloos? Ja, wat is pijnloos? Als jij een klein prikje zo doet, dan is dat al pijn. Ja, dat kan ik dus niet zeggen, ja. Dus je snapt wat ik bedoel. Ja. Het wordt gewoon een minder leuk dagje. Maar uiteindelijk ben je er heel blij mee.